welke mijn koffiediscounter. Maar om het wat beter uit te leggen, vraag ik even je aandacht voor onze koffie-expert. Nou, ineens maken we een filmpje van een pistoolmachine. Normaal doen we dat nooit. Maar deze heeft iets bijzonders. Kijkt u zelf maar. De melkkan. Het is een halfautomaat. Hij maalt niet. U werkt met gemalen koffie. Het bijzondere van deze machine is niet dat hij dat doet. Nee, dat is die melkkan. Je kan namelijk met deze kan één druk op de knop een cappuccino zowel als een latte macchiato maken. En dat kennen we nog niet bij de pistoolmachines. De waterbak heeft een inhoud van een volle liter. Daar kan je lekker lang mee voort. En hoe ziet hij eruit? Want dit staat erg mooi in uw keuken. Echt Italiaans. Helemaal onder design gedacht. Heel goed benaderbaar. De ruimte om de pistool erop te zetten is ondanks de melkkan aanwezig. Niet te vergeten dat dit het mooie geluid maakt. Het is RVS. Het is een mooie machine waarbij echt om kwaliteitsnormen gedacht is. De bediening is verschrikkelijk simpel. Aan en uit ziet u hier een kleine espresso. Ja, dat is diegene die ik zo lekker vind. De dubbele. Maar u maakt zelf uit hoe lang we hem laat doorlopen. Water of stoom. En hier zit het grote geheim. Wegens de melkkan kan je er een cappuccino mee maken die zelf afwerkt of een latte macchiato. Dat kennen wij niet in deze combinatie, pistoon plus melkkan. U wil weten wat betekent dat halfautomaat nou eigenlijk? Welnu, dat betekent dat de maling u al uit het pakje heeft gehaald of uit uw aparte molen, want die hebben we natuurlijk ook voor u. Dan kan u de maling zelfs nog zelf instellen naar de hele fijne maling, want dan krijg je natuurlijk de meest Italiaanse espresso. Je stampt hem aan, het leukste is natuurlijk met zo'n echt stampertje, met een kilo of 2,5. En dan hoeft u hem alleen nog maar, net zoals de Italiaanse barista, maar ook eigenlijk de Nederlandse barista's, hem stevig aan de machine te zetten. We gaan nu wel even een cappuccino maken, want ik wil toch weten of het echt zo is allemaal. Oh, dat gaat moeilijk, maar dat is oplosbaar. Kijk, je pakt deze, die zet je lager en hij past als een zwerende. Cappuccino. Oh jee, ik heb een foutje gemaakt. Want wat ik nou vergat, is dit schuifje van latte macchiato op cappuccino te zetten. Dus wat heb ik nu? Ik heb nu dus een latte macchiato in plaats van een cappuccino gekregen door mijn eigen schuld. Louter en alleen kan u dat heel makkelijk hier bepalen. Ja, je kan het wel zien ook, hè, dat het geen cappuccino, maar een echte latte is. Ben ik geen latte drinker, maar laat ik het nou maar een keer meteen proberen ook. Oh, dat is lekkerder dan ik dacht. Maar dat hij mooi is, dat hoor ik van mijn medewerker al die achter me staat. Hij zegt, dit is een hele mooie latte macchiato. Tip van Tom Senior. Denkt u erom, als u de maling aanstampt, even druk geven en draaien. Die krijgt u erbij hoor. En het enige onderhoud is verder, hou de piston schoon. Zorg dat de lekbak geleegd wordt en ontkalk minimaal iedere 2 maanden. Heel belangrijk is dat u daarnaast het ontkalken de machine ook een aantal keren per jaar moet reinigen. Dat gebeurt met een pil. En deze pil, afhankelijk van de machine, wordt ook vaak toegevoegd aan het water of in een apart vakje. Uiteraard is dit ontkalkersetje voor een heel jaar verzorging bij ons te verkrijgen. En zo hebben we dan een espresso, latte macchiato, cappuccino of een gewoon kopje koffie van koffiediscounter.nl.